Fred Bleus, the guy who started earlier on. Fred, oui, autre côté. Kevin, bonsoir. Ça peut paraître étonnant après la qualification, mais la chose qu'on retient, c'est la réaction des supporters. Comment tu l'expliques? On a vu que tu as assez vite dit aux équipiers de ne pas aller vers les supporters et de plutôt faire le débriefing du match avec le coach sur le terrain. Ouais, je pense que jusqu'à 90e minute, on a eu des tirs au but, mais à la fin, tu vois, on a pas pris des risques avec le corner. On sait que we didn't take any risks with the corner. Un but comme l'Angleterre, si tu fais ça, t'es dehors. Bien sûr, on est. England, and when that happens, c'est dommage then, qu'on n'a pas trouvé le but Euros. Avant. On a it's eu des occasions. We didn't manage to score before. We did have opportunities. And afterwards, we just need our fans. Ja, dag Kevin. Ja, we waren zelf ook een beetje verrast over de felheid van de reactie van die supporters. Jullie ook, want ja, ze waren eigenlijk heel positief de eerste wedstrijden dat ineens zo keert. Ondanks het feit dat jullie gekwalificeerd zijn, waren jullie daar wel verrast dat spelers. And now it completely changed, despite the fact that you're qualified. Are you tegen Frankrijk? What do you think about it? We need these fans. We need them against France. That's all I have to say. Tegenover wie? Nee, we hebben die drie matchen alles gegeven. Ik heb de ploeg zien lopen tot de 95e minuut. Dus, we gave it all during the iedereen wil die matchen winnen. Team ran until the 95th en dat hebben we geprobeerd. Everybody wants gelukt. To win the matches and maar we tried to do this on the pitch. We didn't manage to do so. In alle drie de matchen en na de moeilijke start in de eerste match wisten we dat, dat er moeilijkheden zijn en Oekraïne is echt niet zo sterk. Dus ze kwamen meteen ook meer opzetten. Dus, and Ukraine is a nee, de ploeg heeft alle inzet getoond, dus they ik kan were dangerous niks slechts too, so okay, the team gave it all Kevin, and I have nothing bad to say about it. Shaparenko en Sudakov in de rug van Tielemans en Kevin, Onana, is dat een item and geweest aan de rust? They were behind ik denk het probleem, in het begin, de pressing was goed, maar dan hebben we een paar half-time? Keer de man niet gevolgd, waar de Troubin, de keeper, een paar in keer kon spelen aan het middenveld. Dus dan had de trainer het even opgesteld. Maar ik denk dat dat niet goed ging. Die 4-5-1 hadden problemen om druk te zetten. Dan denk ik dat we de tweede helft hebben opgesteld en dat het eigenlijk well veel beter was. En dat we ze eigenlijk tot minimale kansen meer gevonden hebben. Uiteindelijk het is niet zo makkelijk als ze met 5 so van achter spelen om druk te zetten hoog. En je moet anders je backs heel hoog pushen. Maar buiten die 20 minuten is dat op zich wel oké gegaan, vind ik. The back needs to push forward. But aside these 20 minutes, I think Kevin, things there seemed to be a bit of an issue with laser pointers in the first half. Can you explain how distracting that is and how disruptive it is and what you said to the referee? No, thanks. I just said that I saw a laser in my eye. That's it. I don't know how many times it was, but I just pointed it out to the ref and that's it. Hi Kevin, just at the end, you discussed the situation with the fans, but you seemed to be telling the rest of your players to come off the pitch. It was almost like, don't go near the fans, let's get off the pitch. Was that your reaction, that you felt it wasn't worth antagonizing the fans by approaching them? Oh, we just need them. I don't know what else to say. We just need the fans, you know. We will need them against France. We needed them the last three games. So that's it. Yeah. Yeah, Jonas, and then the lady. Si je comprends bien la réaction des supporters, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions depuis hier aussi sur le tableau qui est un peu différent aux yeux des supporters. Vous, en tant que joueur, ici vous allez jouer un match contre la France, un gros match en perspective et peut-être d'autres. Comment vous voyez tout ça? Est-ce qu'on réfléchit? J'imagine pas, mais est-ce qu'on a pensé à un moment en fait de jouer la France ou une autre équipe en huitième de finale? Moi, je pense, comme j'ai dit, jusqu'à la 90e minute, on a essayé de trouver des solutions. Je pense que même Yannick, il a fait deux tirs sur le but et un bloqué en 90e minute. Shots in the 90th après, minute, je pense que l'Ukraine avait une bonne occasion, peut-être deux. Et quand c'est une minute good opportunities to à la score fin a goal, du match, tu ne peux pas prendre risque. Je ne sais pas pourquoi. At the end of the game, je you don't peux comprendre take any que le I can understand les gens, ils veulent que ce qu'on gagne, mais that, si je tire le corner win, et le ballon va à l'autre côté, corner, il marque.
and the ball goes on the other side and they score a goal, everybody's going to kill me. And then they will say that I didn't make the right choice, nor the right decision. So sometimes you need to take certain risks, and sometimes you need to be smart. And 2 minutes from the end of the game, you need to be smart, definitely. Good evening. A question from Ukrainian media. Of course, question about Zinchenko. We know that you are quite good at said friends. What did you speak about, if it's okay to ask, if what do you speak about him? And don't you feel sorry for that he now got out from Euro? No, I love Zina. Zina is an unbelievable guy. I played with him for, I think, 5 years, and he's done and an incredible job for us at City. And then obviously he went to Arsenal and he's doing really good. I think he's one of the leaders of Ukraine. He's a close friend, and I wish him all the best. In the end, you know, it's a football game. I wanted Belgium to go through, and we know that Ukraine had to be out if we wanted to go through. But that's part of sport, you know. You win, you lose. You have to take it on the chin and move on. And I know Ukraine is certainly a decent team with some talent, so they will be back in the future, and I wish them all the best. Okay, Peter. En dan Christophe. Goedenavond, Kevin. Vind jij, of had je het op het veld het gevoel dat de nationale ploeg vandaag het niveau heeft gehaald, ik bedoel dan voetballend, dat je van dit elftal mag verwachten? Has en dat misschien de reactie van het publiek daarmee te maken, want blij met de kwalificatie zullen we zijn. Level that you en want to expect. Aansluitende vraag, and, is het mee ook beïnvloed door de moeilijke omstandigheden laat-tijdig toekomen van de spelers? Has it been influenced by the late arrival to the stadium? Nee, denk niet dat dat een probleem is. No, not really. Niet als excuus gebruiken. It is not really a problem. We cannot use that as an excuse. We had enough time to prepare the match. Te vinden met ploeg die 5-3-2 speelt. Er is weinig situaties waar dat je echt. It is complicated when veel man voor de box kunt zetten, waar dat je een overtal kunt creëren. Natuurlijk hebben we in het begin die kans met Romelu, hebben we een paar kleine kansen gehad. Complicated. We did have some opportunities, some smaller opportunities in the first half. Tweede helft. Ik denk dat we iets meer momenten hebben gevonden, ook weer allemaal net niet, maar toch een paar kansen met Romelu. Ik denk dat Yannick heeft een paar schoten gehad. Ik denk die voorzet van Jeremy als Romelu daar misschien dichterbij zit. Dat is een grote kans. And then there was a cross from Javedeku. Het was niet het beste België, maar het was zeker niet slecht. And Lukaku had a major opportunity. It was not the best Belgian team, but it wasn't a bad one. Ik kan begrijpen dat we niet gewonnen zijn en eerste zijn, maar I can understand the reactions. We didn't win and we were not first in our group. Slecht praten of zeggen over het gevoel dat de jongens niet geprobeerd hebben en alles aan gedaan hebben om deze match wel te winnen. Uiteindelijk, I cannot say that my teammates didn't give it all to win this match. We zijn gekwalificeerd na de eerste misstap tegen Slowakije. We did the job. We're qualified. After having lost to Slovakia in the first game, and now we're on the wrong side of this charge, and we'll try and prepare the match against France as best as possible, and then we'll see. We'll see where we go. Last question. Hebben jullie achteraf de kwalificatie in de kleedkamer toch gevierd, zoals jullie dat anders doen, of was de sfeer een beetje anders door de reactie van de fans? En tweede vraag: welke optie voor de match tegen Frankrijk in de dressing room, or was it different due to the fans' reaction? Second question. The match versus France, will that be completely different? Het was eigenlijk veel te stil. Well, the players were rather calm in the dressing room. There was not a lot of noise. I've been playing football for a long time. Ik heb ook heel veel momenten gehad die pijn hebben gedaan in mijn carrière en die moet je dan meenemen. En dat is niet leuk. A lot of difficult and painful moments in my career. It's not very nice to go through that. This happens in football. And as a footballer, whatever happens, whatever the score, you need to know how to manage the less fine moments. We do know that we could have done better. On the other hand, we qualified. Jammer genoeg een klein beetje zien genieten. Ook al. Unfortunately, nobody really benefited. I mean, nobody took advantage of this qualification. But the team, you know, deserves it. And the reaction after the first match that we lost